moet eerlijk zeggen, na de eerste training hadden we niks anders dan, dan positieve commentaar. Het is inderdaad een prachtig beeld. Het is, ik heb ook gisteren nog wat televisiebeelden bekeken en je ziet toch wel dat daar een meerwaarde gecreëerd wordt. En niks dan lof van alle spelers. Die ledverlichting was zeer aangenaam en nee, ik hoor alleen maar positieve reacties ook van de ploegmaats. Met deze technologie, dat is hap uit, hap aan en meteen op de volle sterkte. Dus dat is eigenlijk cruciaal en veel comfortabeler ook voor de mensen die beeldregie doen. Het is zeker internationaal niveau waardig. Ik denk dat heel veel buitenlandse zalen, buitenlandse clubs hiervan gebruik kunnen maken, omdat het toch wel vele voordelen biedt. Het is heel belangrijk dat het traject van de bal altijd zichtbaar is. En ja, we merken nu met deze nieuwe verlichting dat dat echt een meerwaarde is op dat vlak. Anders heb je zo bepaalde plaatsen dat je super fel licht hebt. Maar nu is het mooi verdeeld over een hele reeks panelen, over een heel oppervlak. En zo ga je die blinde spotten, zoals wij dat noemen, in de zaal gaan wegwerken. Als je heel sterk rechtstreeks licht hebt, dan kan het echt wel nefast zijn. En in dit geval is dat niet het geval. Eigenlijk is dat een zorgenvrij subsidiedossierpakket. Ze zeggen wel hier tekenen en daar wat invullen, maar vooral de rest zorgen ze zelf. En dat is voor een kleine organisatie als de onze natuurlijk van cruciaal belang geweest in de keuze voor Remco. Binnenkort hebben we in deze zaal trouwens het Europees kampioenschap voor dames. En ik ben als organisator van die wedstrijd zeer tevreden dat ik op een goede basis kan berusten. En op dat vlak er zeker alles zal pico bel in orde zijn.